Dag gamers. Dag iedereen. Welkom bij een nieuwe Pure Play. Hoi hoi hoi. Van een PS3 exclusive. Starhawk. Ja. Ja. Niet ontoevallig de spirituele opvolger van Warhawk. Ja. See the... I saw what they see did. See the similarity. Echt hè. Ja, het is vooral een multiplayer game. Ja. Want Warhawk, zeg je dat iets? Zegt mij inderdaad wel iets. Ja, ik heb die nooit gespeeld. Maar niet, dat was dus. Het was een volledige multiplayer game waarbij het mogelijk was om zo Battlefield-gewijs ook voertuigen en al te pakken. Ja. En daarmee dan rond te. Voertuigen om mee rond te rijden, vliegtuigen om mee rond te vliegen. Vaartuigen waren er niet. Jammer genoeg. Nee, wegens geen zee misschien. Ik wil overslaan. Dat kan er iets mee te maken hebben. Het dient dus de singleplayer vooral om de. De multiplayer te ondersteunen of in te leiden. Ja, ja. Ze hebben nogthans gezegd dat ze er nu een singleplayer gingen insteken in Starhawk, omdat eigenlijk een volwaardig deel op zich zou zijn. En ja, je ziet wel dat de levels en de missies allemaal wel op zich specifiek gemaakt zijn voor een singleplayer, maar het blijft niet lang bij. Nee. Eens als je het hebt uitgespeeld, dan heb je zoiets van oké, we zijn klaar voor de multiplayer. En in dat opzicht kun je het nogmaals vergelijken met Battlefield. Ja. En hier spelen we dus nu met Nathan Drake rip-off. Het is eigenlijk in principe geen rip-off, want het is allemaal van dezelfde maker. Want het is allemaal van Sony, dus... Allee, Sony heeft er toch de uitgever... de uitgeverijrechten. En de bedoeling is dus van een de verhaallijn is een beetje zo... je hebt iets voor gehad, chemische stof erin, of... ja, rare materie van, je opgenomen. Yes, you know, shit happens and you're on your own. Good luck. Ja, eigenlijk wel, hè. Je krijgt superpowers. Nee, eigenlijk niet. Nee, het zijn je geen supers. Just, zijn geen super. Maar dan kun je het controleren en daardoor heb je superpowers. Ja. Zoiets. Ja, inderdaad. Dus, dus het speelt zich af in de verre toekomst. Ja, zoals jullie zien. Ja, en... ik heb dus inderdaad ben geïnfecteerd geraakt met een of andere... Met zo die Rift Energy dat je hier nu ziet. Dat is die blauwe energie overal. Een soort van stof dat men in de toekomst dan kan beginnen ontginnen. Maar groot nadeel dat als je daarmee dus geïnfecteerd geraakt, dat je zo'n soort... eigenlijk bijna berserk kunt gaan of misschien helemaal... Ja, je verstand verliest, hè. Je verliest eigenlijk... Irrationeel vermogen. Ja, irrationeel vermogen. En ja, blijkbaar is er dan toch nog iemand dat iets bij ons heeft kunnen inbouwen. Waardoor dat wij... En je ziet, we zijn geïnfecteerd. Je merkt het ook wel op aan die gloed en zo. Ja. En het is aan ons nu om dus korte metten te maken met al de outcast. Dat is dan de term voor al die geïnfecteerde mensen. Dat de rifters, dacht ik, moeten tegenwerken. De rifters zijn dus die dat alles komen ontginnen eigenlijk. Ja. En verder verklap ik ook niks, want er zit wel een beetje verhaal in. Een beetje verhaal en daarom dat we misschien best ook niet alles direct gaan vertellen, want het zou wel jammer zijn. En je ziet mij hier ook intussen nu terwijl van alles uitbouwen. Ja. Ik had nu zo... Ja, een, dat is wel leuk natuurlijk. Dat is wel leuk om te zien, dat zo die snelbouwfunctie en... weet ik veel wat je zo... Het cool is ook, je kan bijvoorbeeld zo'n watchtower bouwen. Ja. Dat is een snipertoren eigenlijk. Dus hup, ik plaats die dan. Je ziet die bam vallen, dat is wel cool geanimeerd. Dat is wel nice, hè. Ja. En dan kunnen we hier naar boven. Tik, tik, tik. En hier ligt dan een sniper rifle, super handig. Het kan maar 12 schoten dragen, maar... Het zijn 0-12, heel sterke schoten. Het is echt wel een sniper rifle van één schot in het hoofd en one gedaan shot, ermee. One kill. Ja. Allee. One headshot, one ja, kill. Ja, ja, oké. Okay. Alright, en nu gaan wij iets verder. Want wij bevinden ons denk ik ergens al verwegen in het spel. Er zijn maar 10 hoofdstukken of zo. Maar van de singleplayer, die is intussen helemaal uitgespeeld. En ik moet zeggen dat dat echt zo dus niet lang bijblijft. Het is, ja... Het is zo het typische van... Allee, er zijn geen plotwendingen in. Het is allemaal nogal redelijk al eerder gedaan. Het is niet alsof we nog nooit zoiets hebben gezien waarbij dat er een of andere kerel met geen superkrachten dus, maar mijn speciale eigenschap dan zich bevindt in zo'n soort van universum waar dat dan zo'n nieuwe kracht is gevonden en dan nog allemaal.
In dat opzicht kun je het misschien, als je heel kort door de bocht gaat, het vergelijken met Mass Effect. Dat is misschien een verschrikkelijke vergelijking, maar toen mij eraan denken van, ja, allee, Mass Effect, dat is dan die nieuwe technologie, het speelt zich af in de toekomst. En Shepard blijkt dan ook een redelijk speciale kerel te zijn, met dat hij... Met nanomachines of wat is het? Nee, in het begin van Mass Effect 2 wordt hij uit... Hij gaat dood en hij wordt tot leven gewekt. Ja, voilà. Terug tot leven gebouwd bijna zelfs. Wel, dus in dat opzicht, ja. Daarmee dat ik dus maar gewoon wil aantonen, zo speciaal is het niet. Het is oké voor een allereerste singleplayer, maar dat is het dan ook. De grote kracht ligt in de multiplayer. En ik weet eigenlijk totaal niet... Ja, voilà. Ik had al veel langer naar die destroy objective moeten gereden hebben. Alleen zit het hier vol met die outcast, zoals je ziet. Ik ga proberen om op de toren te gaan. Ik ga gewoon die kerel daar neerhalen. Nog. Ja. En nu... Snipper rifle. Headshot. En... Headshot. En... Oh, dammit, ze hebben hem neergehaald. Losers. Wacht, hè. Voilà. Okay, dus moeten we dit hier niet neer te krijgen. Ik ga er maar granaten in gooien, want ik weet anders niet hoe ik het moet neerkrijgen. Ja. Oké, het is neer. Dat was snel. Noise. Build. Een Rift Extractor. Het is een soort van thuisbasis. Het hoofdcomponent van al uw buildings. Van al uw dingen eigenlijk zo. Gelijk je bij andere dingen je gold mine hebt, is dat dan zoals je bijvoorbeeld. Je resource ding. Ja, allee ja. Je kunt het bijna vergelijken, zelfs Age of Empires gewijs met de dingen. De houtkapperij. Nee, niet de houtkapperij. Meer de town center. Ah, town center. De basis echt. Ja, de basis. Want al de rest, ja, muren is voor verdedigingen op te bouwen. Turrets kun je daarop ook plaatsen dan. Ik heb een auto rechtsboven zie je. Garage, waar is mijn... Daar, rechts voor u. Dat staat in de fik. Ja, kunnen er nog meer rijden. Hè. Later kun je nog zo'n arm bouwen. Een arm, dat is een soort van automatisch ding dat goede voertuigen herstelt, maar ook slechte voertuigen schade kan aandoen. En dan heb je ook nog de mogelijkheid om zo van die hawks te bouwen. Dat zijn dan de vliegtuig-equivalenten in het spel. En ja, ook iets van een tankgarage en allerlei typische dingen. Maar ik zal niet in de multiplayer tonen, want ik denk dat we in dit level... Verklaren ze zeker? Nee, verklaren ze dan nog niet, maar... Met die objectives toch alleszins. Ik kan hier geen dingen bouwen, geen hawk. En dat is toch wel... Allee, het noemt Starhawk voor een reden. Dat is inderdaad leuk. Dus jij hebt het al in actie gezien. Ja. Ik zal het straks... Beetje Transformer-achtig. Straks tonen, ja. Alleen... Zie geen granaten meer. Nee. Schieten dan, al? Ik heb niks. Proberen. In de stroom misschien. Doet echt niks, man. Misschien moet je bouwen gewoon, hè? Ja, ik ga zo'n dingen hier zien. Een supply center bouwen. Ah ja, inderdaad, ik moest al zelfs bouwen. Ja, dat bedoel ik. Good god, waarom zit ik erop te knallen? Voilà, shotgun, rocket launcher. En nu gaan we naar het volgende dan maar gaan, zeker. Ja. Denk ik. Er is niemand mee, maar I don't care. Ben weg. Screw you guys, I'm going home. Going to the Rift. Echt, lone wolf style. Terwijl we even over de multiplayer, zodat we daar straks direct voorbereid kunnen ingaan. Ja. Er zitten maar vier soorten in, eigenlijk. Dat is dan de team deathmatch, deathmatch, capture the flag en iets met zones, waarbij dat je dus ja, zoveel mogelijk zones moet te pakken zien te krijgen. En het team dat ze allemaal weet te pakken, of de meeste weet te pakken, voor het afgelopen is die wint. Er zit ook een co-op mode in. En die co-op, dat is zoiets simpel, zo van... Met zoveel man tezamen moet je zo lang mogelijk proberen te overleven. Tegen allerlei golven die binnenkomen. Tuurlijk, hè. Dus niks speciaal in dat opzicht. Het is echt wel het moet hebben van de stijl en van het feit dat je dus zelf dingen kunt die bouwen. Die je kunt bouwen, hè. Dat is eigenlijk de core van de game. Hey, kijk. En de animatie natuurlijk is ook echt altijd wel leuk. Ik vind dit vrij strategisch geplaatst, al zeg ik zelf. Het kruispunt van midden op dat kruispunt, inderdaad. Ja. Ja, natuurlijk, kom.
maakt dat je mij hier zo'n dingen gaat geven, zo'n allee. Zo'n een hawk. Oh, ik ga naar de multiplayer gaan. Ik denk het niet. We moeten die rifts moeten we nu verdedigen, dus screw it. Ja. Ik ga over naar de multiplayer, want daar trek, hebben ze... Kerels, trek je plan, want, ik ben daar. Hier, die arm hebben we wel juist gekregen. Die is nu ook nog snel in actie. Ik zal hem hier even gewoon plaatsen nu. Baf. Tadaa. En als je dan met je voertuig dicht genoeg komt, of met zo'n hawk, dus dat kan van alles zijn, hè, dan herstelt hij dat. Maar bon. Tot zover de singleplayer, we gaan naar de multiplayer. Hop. En... Bam! Hoi, we zijn terug. In de multiplayer. Jawel. We zijn ze direct aan het verliezen. Ja. Dat is niet de goed. Ik kies de slechte kant. En ze zitten op een snipertoren. We waren er nog juist over bezig dat we het eigenlijk deze game vooral kunnen vergelijken met een Command & Conquer spel van lang geleden. Ja. De minste uit heel de reeks. Ja, en dat, ik zeg het ook een beetje gelijk StarCraft en zo. Dus dingen dat je moet bouwen, strategic game. Ja. Maar dan vanuit third person view nu gezien. Dan moet je ook dingen bouwen en ja, dat is vooral mijn leger en zo, maar... Ja, het heeft iets RTS-achtig. Ja. Dat is mij ook opgevallen. En... Ja... Wij kunnen eigenlijk nog geen score geven, want het spel is nog maar een week uit, of nog niet zelfs. Ja. En ja, in de OPM zal het ongetwijfeld wel staan binnen 3 weken of zo. Of 2 weken. Ja, maar, hangt er vanaf zeker. Ja. Wij kunnen misschien... Ik ga misschien nog even mijn gedacht voor mij houden. Ik zou het persoonlijk, als ik het mag zeggen... Ja, ja zeg maar. 82. 82, dat is een mooie score wel. Dat is iets hoger dan het gemiddelde zelfs, want... Ja? Ja, het gemiddelde tot nu toe was hoog in de 70. Dus dat is... 70, oh, ja, dan zie ik er zo'n beetje rond, ja. Dat is oké. Ik heb nu juist genoeg voor een launchpad en ik ga die meteen bouwen en gewoon vliegen, man. Echt. Hup. Daar is hem. Kan iemand anders je launchpad eigenlijk pikken? Nee. Dat denk ik niet, nee. Je kunt wel andere... Je kunt wel... Ay, zo van die hawks denk ik van de vijand gebruiken, dat kan wel. Ja, je transformeert wel erg snel, hè. Ja. Het is echt van... Cool geanimeerd allemaal. Wel, up, oh, kijk, voilà. Hey. Geland. Je kunt zelfs gewoon, als je zegt van, ja, ik ben op de loop... Ja, ik moet voor u serenen. Moet je weggeraken. Oh, shit, ik kan ploffen. Ja, dat was het dan al. Ja, er is echt geen rust, hè. Ik heb echt geen tijd om te zeveren. Ik moet me concentreren op het spel. Maar dat gaat niet precies goed. Dat kan moeilijk maar uitleg geven. Ja. Ik ga zien. Normaal gezien kun je gewoon eentje bestellen, laat ons zeggen. Kijk, iemand anders heeft mijn launchpad nu ook gebruikt. Een friendly natuurlijk. Dat kan ik dus ook doen. Als ik niet doodga tenminste. Wauw, dat ging rap. Die was stealth, kijk man. Smeerlapje. Het spel, en dat is wel belangrijk... De multiplayer kan tot en met 32 spelers. Dat is wel veel. Voor een PS3 is dat best veel. Dat is inderdaad veel. En je ziet ook wel dat alles vredelijk vlot verloopt. Hè. Ja, het is wel smooth. Dus technisch gezien zit dat spel wel goed in elkaar. Als je me nog een kans moet geven, ja. Zo boos worden, stop het. Alles... Die stealth kerel staat daar nog altijd, hè, man. Ja. Oeh. Kaal, I will find out where you live. I will rip out your heart and piss on it. Voor de rest alles oké. Okay. Ja, nee, inderdaad, ja. Anger management, ik kom in orde. Haha. Je hawk is er nog. Die dat ik besteld had, was blijkbaar niet mee de dieperking gegaan. Sjaas. Oké, okay, nu wil ik toch wel hier een paar schoten lossen. Het is recht in het gebouw gevlogen. En ik ben dood. Eject? Jesus. Ejecten kunt je niet, man. Ik vlieg boven de planeet. Wat moet ik doen? Eject. Ejecten. Ik ga mij denk ik gewoon hier... Spawnen gewoon bij alle verdediging van ons team. Dat kun je ook altijd wel doen als je zegt van... wow, hier zie. Ik neem dat risico niet, ik ga me gewoon in die beam turret zetten en ik ga dan zo... Aanvallen. Ja, aanvallen. Het ding is natuurlijk... Ik zit gelukkig wel onder zo'n verdedigende koepel. Maar... ja. Daar. Ik kan hier wel niet veel doen, want nee. Bijna iedereen blijft weg. Misschien ook omdat ik hier te veilig zit. Screw it. Ik ga eruit, man.
Ja, kun je dan weer inbouwen. Ik kan nog iets anders bouwen misschien. Eens kijken hoe lang dat ik zou overleven met een... Oh, er is een garage al. Let's order a car. Dit is toch een garage, hè? Ik dat gewoon... niet, Kan ook een herstelpunt zijn, dat weet ik dus niet. Hè. Fuck, ik zal maar een garage bouwen. Waar? Er is geen plaats. Hier toch niet. Zo? Nee. Screw you, bastards. Ik kom gewoon te voet af. Te voet. Hardcore gelijk een echte. Ja, dood. Je kan niet zeggen dat het oneervol was. Dat is oneervol. Daar zie je. Jij hebt gewoon een jetpack. Dat is een jetpack. Moet ik een jetpack pakken? Ja, dat lijkt me toch precies een goed plan. Vulture Station. Hup. Wil haasten. Voilà. It's... Oh my god. Kerel. Fuck. Weg, 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 weg. Oh yeah. Daar gaan we. Dit is wel cool gedaan allemaal. Ja. Jewel is wel al binnen op. Dat herlaat zich gelukkig. Oh, geen chance. Ja, moest ik punten krijgen voor... luchtdemonstraties en zo airshows. Maar bon, ik heb hier nog niks van punten gehaald. Simpelweg door het feit dat ik... Ja. Nee, oh, ik daar, is, daar is er. Daar is er. Air battle. Warning. En daar gaat de smeerlap. Ja, dat was iemand anders. Yeah, oké, okay, Starhawk dus. Hoeft misschien bijna geen uitleg. Het is leuk, het is een cool spel. Het is leuk, het is onderhoudend. We verwachten inderdaad een score zo rond de 80 in de OPM. Maar een echte topper is het voor ons. We hebben gedemonstreerd hoe je van alles kan bouwen, hoe je kan rondvliegen, hoe alles technisch eigenlijk perfect in elkaar zit. Maar we hebben niet gedemonstreerd hoe je goed moet spelen. Dus als je het beter kan, en dat lijkt mij niet onmogelijk, koop dan het spel zelf. Het ligt in de winkelrekken al sinds vorige week voor ja, de gewone volle pot. Hè. Dat zal €60 zijn. Dat zal zoiets zijn, zeker. Dat zal, ja. En ik ga misschien toch maar terug mee op mijn snipertoren zetten. En hopelijk met een sniper rifle iets van kills maken. Maar dat ziet er niet uit dat dat gaat gebeuren. Nee. Hij zal wel proberen, dames en heren. Hij zal wel proberen. We hebben geprobeerd. We hebben al geprobeerd, maar... Wacht, voordat we afsluiten. Toch één. Hopelijk ergens één kill. Alsjeblieft. Eentje. Geen hem één kill. Het wordt zielig. Allee. Oh-oh. Ja, wat gebeurt er als je zo onder een ding belandt? Oh, ja. Oké, doe het, Joachim. Doe het, doe het. Self-motivation, ja. Boom. Ik heb toch iets van XP gekregen. En gestorven. Dat was het dan. Wauw, triomfantelijk. Ja, echt, hè. Starhawk, jawel. Tot de volgende. Tot de volgende, dag iedereen. Bye.